Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veenendaal Catering & Party Service, Potverhuizingen en Skatebaas. En om 11 uur precies kwamen ze eruit en daar hebben wij ook een borrel van gemaakt. Komen ze eruit? Om 11 uur komen ze eruit en daar hebben we... U heeft net gekeken naar het ochtendprogrammaatje waarin wij Martine en Theo hebben begeleid naar hun kooi. Of Ed. En dan wil ik heel graag Martine. Dan wil ik heel graag Nilia erbij. Want die heeft mij vanavond vergezeld en ook wat leuke interviews afgenomen. Martine. Mag ook Nilia hoor. Je mag ook Nilia. Nilia, kom erbij. Ik wil wel voor donker thuis zijn. Welkom bij Borrels, aflevering 32. Deze borrels gaan wij in tweeën splitsen. We zijn eerst in het Bergpaviljoen, waar onze presentatrice Martine zich vrijwillig heeft laten opsluiten voor Lock Me Up, Free a Girl. Vanmorgen om 11 uur waren we even in het Bergpaviljoen om een korte impressie te maken. Daar kunt u nu even naar kijken. We zijn te gast in het Bergpaviljoen, waar nu niet eens een keer een exquise maaltijd wordt geserveerd, maar een schoteltje rijst en water. Heeft de crisis dan zo hard toegeslagen, zult u zeggen? Is Gaby de Gruil soms ziek geworden? Nee, in het Bergpaviljoen wordt een inzamelingsactie gehouden voor Lock Me Up, Free a Girl. In 16 restaurants in heel Nederland liet de deelnemers zich 12 uur opsluiten voor deze actie. Door middel van donaties en het veilen van items werd geld opgehaald om de wereldwijde organisatie in staat te stellen meisjes uit gedwongen prostitutie te halen. Deze actie richt zich heel erg op India, omdat daar heel erg veel minderjarige meisjes in de prostitutie gevangen zitten. Dat zijn jonge meisjes die onder valse voorwenselen bij hun ouders vandaan gehaald worden. Ze denken dat ze in de stad gaan werken in een kledingfabriek en geld naar huis kunnen sturen. In plaats daarvan komen ze in een bordeel terecht en onder echt gruwelijke omstandigheden. In hokjes van 1 bij 2 meter. En daar gaat het deurtje open en komt de kerel binnen. En wij ondersteunen dus bevrijdingsteams die meisjes opsporen. Invallen doen met hulp van de politie. Ja. En dan die meisjes bevrijden. En daarna zit er een heel opvangtraject achteraan. Medische hulp, traumabegeleiding. Goed. En kijken of ze weer terug kunnen naar hun familie. Ingrid, ja.
Jij komt hem moreel steunen, hè? Zeker weten, absoluut. Wat is Ed van jou? Ed is een hele goede vriend. En je gaat hem, blijf je de hele dag ook hier om een hart onder de riem te steken? Nou, fysiek niet, maar geestelijk zou ik de hele dag aan hem denken, absoluut. En ik mag je een bloemetje aanbieden omdat je de eerste bezoekster bent. Oh, wat leuk. Heel veel plezier ermee en hij gaat het redden, hè? Absoluut, hij kan het. Vorig jaar heeft hij het ook fantastisch gedaan, dus ook dit jaar gaat hij dat heel goed doen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Simone van S. Ik zag jou net met Ed wat babbelen door het gaas heen. Jij neemt je petje af voor Ed, hè, wat hij hier presteert. Ik, echt waar. Wat hij hier doet, 12 uur lang in zo'n hokje zitten, want daar gaat het om. Hè, die miljoenen meisjes wereldwijd die misbruikt worden, die daar tot prostitutie gedwongen worden, die in zo'n hokje, in het echt. Ja, dit is nog niet eens een klein stukje van de werkelijkheid, maar het is goed om hierbij stil te staan. Ja. En daarom ben ik hier. Dit is niet echt afzien. Nee, maar het is wel een hele goede manier om aandacht te vragen. Een statement? Absoluut, absoluut, ja. En ja, hij bewijst het wel, hè, want hij staat geloof ik bovenaan op dit moment. Dat is nieuw. Vertel. Ja, ik was gisteren bij Herman den Blijker toevallig in Rotterdam. Maar dat haalt het niet bij wat Ed hier doet. Allemaal voor het goede doel, allemaal voor hetzelfde goede doel, maar ik ben trots op Ed, absoluut. Is dat individueel of is dat een plaatsgebonden? Ik geloof dat in diverse steden inderdaad dit soort opstellingen zijn. Ja. Toevallig gisteren in Las Palmas in Rotterdam, hetzelfde verhaal. Ja. Alleen Ed, die doet het wel ietsje beter dan de rest. Machtig, dan gaan we zo zeker even interviewen. Simone, dankjewel. Graag gedaan. En heb je al gedoneerd? Uiteraard. Stomme vraag, hè? Ja, naar veilingen, donaties. Ik zou zeggen, volg het goede voorbeeld. Dankjewel. Oké. Okay. Hebbes. Dankjewel. Jan Tiene. Dag Joop. We staan hier voor, het hok klinkt zo raar, maar ja, we zien hier bij Peter, bij Ed, die afziet namens die Lock Me Up. Wat ben jij van Peter? Wat ben jij van? Even opnieuw. Continu op. Peter van de Klashorst. Hier blijven staan. Dag Joop. Nee, zo, hier blijven staan. Moment. Ja, je moet ook gewoon, je moet serieus zijn. Ja, net zoals jij. Je moet ook serieuze vragen stellen. Oké. Jan Tiene van de Klashorst. Ja, Joop. We staan hier bij Ed van der Bord die 12 uur zit voor de stichting Lock Me Up. Wat ben jij van Ed? Wil jij dat weten, wat ik ben van Ed? Ja, maar ik sta niet voor niks te interviewen natuurlijk hier. Nou, ik ben een goede vriendin van Ed. Vorig jaar heb ik ook in het hokje gezeten. Ja. Hey. Dus wij delen dit verhaal. Je kent het gevoel ook. Dus ik ken dit gevoel. Ja. En verder ben ik er nu om hem even de laatste loodjes te Want die waren voor jou ook zwaar toen? Die zijn zeker zwaar. Met name het eten, zeg maar, om 6 uur of zo. Hè? Dat is een bakje rijst. Ja. Dat kan je beter niet krijgen, want dan wordt het toch een beetje, krijg je weer het gevoel van ik wil meer eten of drinken. En, dus dat was wel pittig. Dat is het enige wat ze krijgen, die 12. Ja, een bakje water en een bak rijst. Ja. Ja. Ed, mijn hemel, jongen. Je ziet er ook alle belabbers uit, hoor. Het wordt tijd dat het 11 uur wordt. Het vliegt er vanaf. Maar jij had ook dat idee dat je blij was dat het 11 uur was? Ja, zeker. Ik moet zeggen, tot een uur of 6, 7 is het prima te doen. Maar daarna, maar goed, ook omdat je weet dat de eindstreep in zicht is. Ja, is het fijn om dan eruit te kunnen, absoluut. Voor dit jaar deed jij niet mee, maar is er een reden voor? Nee. Ik denk ook dat het heel goed is van Ed om weer iedere keer iemand anders uit te nodigen om zich ook in te zetten voor dit evenement. Ja, zeker. Jan Tiene van de Klashorst, dit viel best mee, hè? Dit viel best mee, meneer de Keizer. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, dankjewel Jan. Martine, lieve collega van mij,
Nog een uurtje te gaan. Hoe is het met je? Ja, het gaat goed. Ja, het laatste uurtje, maar het gaat wel lekker. Ik voel me eigenlijk wel oké. Ja, dit is natuurlijk maar slechts 12 uur. En kinderen, tienermeisjes in India, die zitten niet zo luxe opgesloten als dat wij opgesloten zitten met kippengaas. Maar dat is natuurlijk helemaal dicht en die worden niet gelucht of eruit gehaald. En ze moeten hun behoeften natuurlijk gewoon ook in hetzelfde hoekje doen en worden daar ook seksueel uitgebuit. Dus ja, wat dat betreft zitten we hier echt in een enorme luxe. Dus met mij gaat het goed. Jij mocht er wel even uit voor je behoeftes en dergelijke? Ja, we mochten af en toe eens even een plaspauze doen. Ja, maar dat wordt onder streng toeziend oog van de organisatie gedaan. Dus zodat we ook niet eten en niet stiekem een nootje meepikken. Ja. Martine, waarom heb jij gekozen voor juist deze goede doel? Ik vind Free a Girl, sowieso vind ik kinderprostitutie verschrikkelijk. En Free a Girl is een stichting opgezet door Wimi. Dat is de eigenaresse of de oprichter geweest van de Red Sun, een restaurant in Blaricum. Sowieso de manier waarop het aangepakt wordt vind ik gewoon onwijs goed. Hè, hoe dit wordt neergezet. En ze doen gewoon onwijs veel goede dingen. Er worden opvangtehuizen worden er gebouwd. De kinderen krijgen nazorg. En die meisjes die dan gered zijn, hè, want daar zorgen zij ook voor met de lokale bevolking daar en met de politie. En die moet soms ook wel eens omgekocht worden. Maar zij zorgen ervoor dat die meiden ook een soort van ambassadeur worden voor de rest van dat land. Hè, want dat is natuurlijk een heel land met kinderen en er komen steeds nieuwe kinderen. En ja, iedereen. Dus er wordt weer steeds ingetrapt, zeg maar, in een kindermishandeling eigenlijk is dit. Ja. En deze Lock Me Up actie is echt gericht op kinderprostitutie in India. Maar Free a Girl is natuurlijk ook actief in meerdere landen. Ja, dat klopt. Free a Girl is ook in Vietnam actief, in Cambodja. Ook in Brazilië nu, zeker met het aankomende WK eraan. Dus ook een concentratie daarop. Dus ja, het is niet alleen maar in India, maar eigenlijk over de hele wereld. Zelfs in Nederland zijn ze actief. Want ook daar zijn ook illegale bordelen. Dus ja, die, en waar tienermeisjes zitten, die bijvoorbeeld uit China komen. Ik hoorde, Wimi vertelde mij gisteren een verhaal. Dat er was een meisje uit China. En die ouders en de hele familie had eigenlijk geld gespaard. Omdat er een man was geweest die had gezegd dat hun dochter uitverkoren was om in Europa te gaan studeren. Dus die hele familie heeft 10.000, ik zeg maar, euro's meegegeven. Dat meisje is door heel Europa in illegale bordelen terechtgekomen. Is daar vreselijk seksueel uitgebuit. En is uiteindelijk hier in Nederland in Gouda in een bordeel terechtgekomen. En daar is dus een inval van de politie geweest. En is dus 4 jaar lang gewoon echt misbruikt. Ja, het is schrijnend. Ja. Ik zal je verder met rust laten. Je moet nog even je krachten sparen, want je moet nog een uur. Ja. Heel veel sterkte, Martine. Dankjewel. En het is super leuk dat jullie hier ook zijn om mij te steunen. Dat is ook zo lekker. Natuurlijk, meid. Ja. Het is een hele goede actie. Top van je. Dankjewel. Top 10. Dank je, Neil. Ed, even een tussenstand. Ja, die is dat we op dit moment op nummer 1 staan. Wie? Landelijk. Het Bergpaviljoen. Het Bergpaviljoen op 1? Het hele team bij elkaar heeft 40.000 euro, ruim 40.000 euro bij elkaar gehaald. Mag ik dan een eerste reactie van de moeder van Ed? Geweldig, schat. Ik ben zo trots op je. Dit was de moeder van Ed. We staan op het ogenblik op meer dan 40.000 euro. Zijn moeder is hartstikke trots. Wil jij nog even je zoon een hart onder de riem steken tot 11 uur? Nou schat, dit is een appeltje eitje. Kijk, je zegt altijd tegen mij appeltje eitje. Dankjewel. Dankjewel. Thijs, jij bent de locatiemanager hier in Amersfoort. Ja, klopt. Vertel eens, hoe ben jij verbonden aan de organisatie Free a Girl? Ik ben vorig jaar benaderd door een collega van mij, waar ik veel mee samenwerk voor andere festivals en culturele projecten.
En hij had mij een mailtje gestuurd van: God Thijs, ik ben bezig met een project voor Free a Girl. Vind je het leuk om mee te doen? Want we zoeken mensen die het project willen ondersteunen. Zodoende ben ik vorig jaar al hier terechtgekomen bij het Bergpaviljoen. En wat doe jij dan in het dagelijkse leven? In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer. Dus ik werk voor mezelf en ik doe verschillende projecten op cultureel vlak en voor evenementen en festivals in Nederland. En dat verschilt van heel kleinschalig tot een groot bekend evenement. Oké. Locatiemanager, wat houdt dat in? Nou, de locatiemanager is onder andere verantwoordelijk voor de deelnemers die hier aan de actie deelnemen en in de hokjes zitten. Dus mijn taak is eigenlijk zorgen dat ze het goed hebben. Dat ze één keer in de twee uur dat ze even naar buiten mogen, even de benen mogen strekken en even naar het toilet mogen. En ja, ook zorgen dat de gasten hier op de hoogte zijn van de actie, wat er speelt en eventuele vragen te beantwoorden. En dat ze niet smokkelen, hè? Nee, precies. Dat is belangrijk. Geen bitterballetjes door het konijn, hoor. Geen bitterballetjes. Nee, er is nu een borrel gaande. En er zijn toch altijd mensen die iets proberen of die ze proberen te pushen. Dat hoort erbij. En dat is ook een beetje het spelletje wat er gespeeld wordt. En dat is hartstikke leuk. Maar tot nu toe gaat alles goed. Ik heb al begrepen dat er gul wordt gedoneerd. Ja, zeker. Waar gaan al de donaties naartoe? Nou, de deelnemers hebben zelf ook een privé donatiebox en hebben online een actie waar ze zoveel mogelijk geld binnenslepen. Ja. En wat er met het geld gebeurt is, de actie staat bekend om wij willen zoveel mogelijk meisjes die in de prostitutie zitten bevrijden. Ja. Maar ook het geld is zoveel nodig voor de nazorg en om zo'n actie helemaal op gang te zetten. Ja. Dus het is niet alleen het bevrijden van de meisjes uit hun bordeel. Maar ook voor reïntegratie weer om ze te begeleiden in een mooier leven wat ze krijgen. Hartstikke goed, mooi, heel mooi initiatief. Ja. Wat ik me eigenlijk afvroeg, Free a Girl is een Nederlandse organisatie. Mm-hmm. De landen, jullie werken in het buitenland, hè, Brazilië, ja. India. Wat doen die landen aan soortgelijke acties? Wij hebben in de landen waar Free a Girl werkzaam is, die werkt heel veel samen met partnerorganisaties. Vanuit Nederland worden zulke soort acties gecoördineerd in samenwerking met de plaatselijke ondernemingen en de overheden die proberen om zoveel mogelijk meisjes te bevrijden uit de bordelen. En dat kan Brazilië zijn, Cameroen, Azië. En ja, er zijn zoveel landen waar het eigenlijk gebeurt. Ook in Nederland vindt het nog plaats. Mm-hmm. Dus Free a Girl probeert op zoveel mogelijk vlakken bedrijven te benaderen om samen te werken daarvoor. De doelstelling, laatste vraag hoor, dan laat ik je weer gaan. De doelstelling voor 2014? De doelstelling, dat is een goede vraag. Wij proberen altijd, zoals deze actie loopt nu al ongeveer 5 jaar... En we merken steeds dat er nog zoveel enthousiasme is ook van de deelnemers die in de restaurant zich laten opsluiten. Maar ook dat ze het initiatief nemen om een eigen actie te starten. En die mogelijkheid is er ook wel. En Free Girl staat daar natuurlijk open voor om te kijken van goh, zij willen natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. Dus naast deze actie proberen we weer nieuwe ludieke acties te bedenken om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Zit er een opsluiting van jou ook nog in het verschiet? Ik heb er wel over nagedacht. En ik had het met de locatie hier ook over van misschien vind ik het wel leuk om volgend jaar zelf een keer in het hokje te zitten. Omdat ik nu 2 jaar eigenlijk de deelnemers verzorg, om het zo maar even te zeggen. Dus ik zit er wel over na te denken. Thijs, dankjewel. Graag gedaan. Barbara, Free a Girl, wat zegt jou dat? Eerlijk gezegd, zei het me pas iets afgelopen week, doordat Martine ermee kwam. En ik het op Facebook had gezien en toen schrok ik heel erg. En toen heb ik me wel iets meer in verdiept, omdat het echt wel, het raakte me wel. Wat? Dat ik besefte dat dit soort dingen spelen in de wereld. Wat raakte jou nou precies? Nou, dat er gewoon... Ja, dat mensen, dat er zo met mensen wordt omgegaan, of in dit geval jonge meisjes. Ja, dat... En jongens ook, hè? En jongens, ja.
Ja, dat is waar. Ja. Het is wel Free a Girl, maar het geldt ook voor minderjarige jongens. Inderdaad, ik ben mee eens, ja. Ja. En heb je ook een donatie gegeven? Ik heb ook een donatie gegeven, gisteravond, ja. Jij kent Martine persoonlijk? Ik denk dat ik Martine nu een jaar ken, ja, als vriendin. Wat vind je van haar actie, het opsluiten? Ja, ik ben zo trots op haar dat ze dat heeft gedaan. Als ik het had geweten, had ik het zelf willen doen. Volgend jaar? Nou, ik denk het wel. Als ze het zouden vragen, ga ik het doen. Ja, zeker weten. Ja, tuurlijk. Ik vind dat iedereen dat hoort te doen, eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dit, dan zit je erin. Zo, joh. Nou? Gezellig, ja. Nou, dan moet ik nog draaien. Het is niet zomaar wat, hè? Kijk nou uit. Hoe kan je nou een wipje doen hier? Je kan je toch nooit geen wipje doen? Ik ga liggen. Je kan toch geen wipje doen in zo'n ding? Lieve, dat was je ook niet van plan, nee, toch? Oh, ik wou zeggen. God, dit zit voor een meter, man. We gaan. Ja, maar Martine. Niemand heeft gezegd dat het comfortabel was. Wat vind je? Het is bijna 11 uur. Ja, bijna. Je hebt het 12 uur volgehouden. Ja. En jij nog niet eens een minuut. En, dus nog eens, en ik ben nu al... Hoeveel centjes heb je bij elkaar? Nou, mijn internet vloog er net uit. Of in ieder geval de site vloog er net uit. Dus ik denk dat ik echt mega veel heb opgehaald. Nee. Ik stond net op 2000 euro. 2000 euro. Ja, en daar zijn nog wat veilingsitems die gesloten zijn. Ja. Dus ik denk dat ik de 2500 wel ga redden. Dat is mooi. Ja. Ja. Dat is heel mooi. Daar ben ik ook wel blij om, ja. Ja. En dat is die 12 uur afzien, is dat wel waard, ja, geweest? Ja, het is wel... ik heb echt iedereen helemaal gek gespamd ook. Ja, ja. Echt verschrikkelijk. Ja. Excuses. Excuses nog daarvoor. Voor excuses nog daarvoor. Ja. Maar het is allemaal voor het goede doel, toch? Dan gaan we even liggen, om hoe dat ligt. Oh, gaan we jij even liggen? We gaan nu even liggen. Ga jij maar aan de voorkant. Want zo'n meisje, dat moet ook natuurlijk. En dat voor 5 roepie. Zo? Ja? Dan ligt dat meisje zo? Ja? En jij dan? Ja. Zo. Ik lig ernaast. Ik lig ernaast. Zo. Laat me even het gordijn zakken. Ja. Maar dit is natuurlijk waanzin, hè? Dat doe je toch niet, of wel? Nee, het is toch ongelooflijk dat je zo leeft, hè, met alleen maar een bed. En, ja, en daar moeten ze ook nog voor betalen, hè? Want het is ook nog huur. Dat ze en een matras krijgen, en een kleedje, en water, en rijst. Ja. En daar moeten ze ook gewoon nog voor betalen. Dat is toch belachelijk? En dit is toch helemaal geen luxe? Nee. Kun je je voorstellen dat er mannen zijn die dat doen? Ja, wat zijn dat voor vieze rikken? Dat kan je toch niet voorstellen? Dat iemand dat... Ja, echt... Ja, echt dat mannen voor seks betalen, ik snap het echt niet. Mm. Belachelijk. Nee. Ik heb het nu even ervaren. En ik heb maar een minuut of 10 en ik heb het nou al vreselijk warm. En ik weet ook niet wat ik zoeken moet. Jij hebt 12 uur gezeten. Mijn complimenten. Dankjewel. Je bent een kanjer. En als presentatrice ben je bij deze dus aangenomen. Oh, dat is fijn om te horen. En straks is het wel echt tijd voor een borrel, hè? Tijd voor een borrel. Ik ga om 11 uur een borrel drinken. Oh, heerlijk. Oh. Oh, God. Oh, nee. Oh, God. Thijs, houd dit. Oh, nou dat wordt nou 10 roepie. Nou wordt het 10 roepie. Hoe was het, Joop? Nee, dat is het niet. Nee. Nee hoor, ik ben blij dat het allemaal in alle beschaafde Europese landen een beetje netjes is geregeld. Als je eventueel gebruik wil maken van een prostituee. Het is allemaal wat netter en wat beschaafder. En, nee. Dat is goed. Schrijnend, hè? Ja. De vriend van de moeder van net. Ja, ik kan er niks aan doen, dat is echt zo. Hoe gaat het met de vriend van de moeder van net? Ja, gezonder wel. Gezonder wel. Kan niet anders, hè? Hoe gaat het met hem? Ja, nou ja. Dan ja, heb je een petje voor hem. Nog 2 minuten, hè? Ja. Dus het is nu echt goed, bijna afgelopen. Ja, fantastisch. Ja, ja, fantastisch. Heb jij hem een beetje gesteund, zag ik aan de zijkant? Ik heb daar voortdurend gestaan, want hij moest er nu dan echt eventjes geport worden. Kakt hij in? Ja, nou, ik had de indruk dat hij langzamerhand weer een beetje onder de mensen begon te komen. Zullen we even naar hem toe lopen? Ja, lijkt me een goed idee. Laten we dat maar doen. Ed, we zijn er bijna.
Het zit erop. En de vriend van de moeder van Ed wil jou even een hart onder de riem steken. Ja, nou, ik vind 11:02. Dat betekent dat hij hier dus 12 uur gezeten heeft. Ja. Laten we wel zijn. Ja. En wie van ons heeft dat gepresteerd? Niemand, hè? Niemand. Alleen hij, hè? En zij. Ja, en Martine, hè? Ja, en zij. Ja, precies. Ja. Dus, nou, er komen nog meer mensen die het gaan doen, hè? Hier? Ja. Vandaag? Nee. Ed, zeg jij het maar. Nog twee. Sarah Lee, Vos gaat morgen en Peter Ros. Oké. En dat zijn dan de laatste. Oké. Maar goed, dat zijn toch wel de kanjers, hè? Dat zijn echt de mensen die het echt gedaan hebben. Hè, dan hij komt zo uit dat huisje. Ja. En dan stijgen we met. Dan doen we een daverend applaus. Ja, dat lijkt mij wel. Want ik heb het nu dus nog 1 minuut en 45 seconden. 1 minuut 45. 1 minuut 45. Dan gaat Martine. Dan is het voorbij. Sorry, dan is het voorbij. Wat wil je zeggen, lieverd? Arnoud de Hamer, die is. Arnoud den Hamer. Die heeft eergisteren gezeten. Die heeft ja. 100. Die heeft 5, 2, nou zeg zelf maar, hoeveel heb je eigenlijk opgebracht? Ik heb totaal 2. Microfoon. Wat heb jij opgebracht? Wat een vraag zeg! Heb ik €5200 opgebracht. En de teller loopt nog. En een heese stem. En een heese stem, maar die had ik al. 5200 is best wel geld. Ja, dus dat is een flink bedrag. Ben ik erg blij mee. Wat had jij voor kwaliteiten die zij niet heeft dan? Dat ze iets minder heeft opgebracht? Ja, dat weet ik niet. Misschien wat meer mensen met een dikke kennis met een dikke portemonnee. Laten we het daar maar op houden. Dankjewel. Graag gedaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, jij was fan van Ed? Ja, ik ben fan van Ed. Ik ken Ed al vanaf mijn 4e. Ja. We zijn schoolmaatjes, altijd met elkaar opgegroeid. En ik vind het fantastisch dat hij zich hiervoor heeft ingezet. Knap, hè? Heel erg knap, ja. Heb jij hem aangemoedigd in de loop van de dag of alleen vanavond? Vanavond zijn we gekomen en we hebben steeds contact gehouden met, via WhatsApp en met de donaties. En we hebben mooie stukken geveild en geboden. Ja. Dus zo hebben we contact gehouden. Hoe gaat het met de veiling verder? Ben je al zeker van iets of moet je dat afwachten voor morgen? Ik heb een heel mooi boek gewonnen, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja, via de veiling. En we zijn nog bezig met een stuk om op te bieden. Kijken of en hopen dat we het krijgen. Ja. Ja, dus, goed man. Helemaal super. Ja, echt een mooi initiatief. Zie je dat het wel meeviel? Ja, zeker. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Heb het. Staat het erop? Staat het? Martine, Ed, wat een topprestatie. Korte reactie, hoe voelen jullie je? Goed. Ja, heerlijk. Helemaal oké. Ja, ik ook. Ik kon de hele tijd, knapte ik op als ik naar Martine kijk. Ik heb dat altijd eigenlijk al als ik naar jou kijk. Maar nu met die tralies voelde ik een beetje een afstand. Ja, ik ook wel. Maar als we naar de donaties kijken, dan werden we ook heel blij en gelukkig. En waar eindigen we vandaag op? We eindigen op €41.391. En we zijn nog niet klaar. Want we hadden hier en daar wat bankproblemen. Ja. Dat schijnt nogal moeilijk te zijn om dat voor elkaar te hebben. En, dus er komen nog donaties binnen. Ja, bij mij ook twee mensen die niet op mijn rekening is terechtgekomen. Maar dat komt. En jongens, hebben jullie honger? Heerlijk, ja. Ik heb echt zo zin in. Ja, maar vooral zin in een borrel. Ja. Joop, heb jij honger? Nee. Maar heb jij opgesloten gezeten? Nee, maar god, het is... Hey, nog even een heel serieus vraagje. Jullie hebben nou 12 uur opgesloten gezeten. Kan je nou voorstellen hoe dat is voor de kinderen? Nee. Dag en nacht.
Nee, ik moet zeggen, ik heb vorig jaar meegedaan. Toen lag er een boek en daar stond het verhaal in van een meisje die ging schoonmaken in een huis. Werd doorverkocht en die kwam in een bordeel terecht. En eigenlijk symboliseren deze hokjes ook een bordeel, maar dan meerdere, of een kamer, maar dan meerdere kamers naast elkaar. En in het boek was ook het verhaal dat meisje moest dus gelijk gaan hoereren. Dat wilde ze niet, ze werd helemaal gedrogeerd. En na 5 dagen wilde ze nog steeds niet, ze kreeg geen eten meer. Dus ze zijn haar zo lang aan het martelen dat zij op een gegeven moment wel moet, want zij wil wat eten. En ze wil een keer die kamer uit. Nou, dit symboliseert het, maar je kan het je absoluut niet voorstellen. Nee, nul. Nee. Nee. Wil jij nog iets? Nee, het is, ik ben er stil van. Nee, het is helemaal sowieso. We zijn de actie dinsdag van start gegaan tot zaterdag. Of zondag dan de echt officiële afsluiting. Ja, de afgelopen dagen sta je daar echt wel wat dieper bij stil. Van ja, het komt er echt aan. Wat gebeurt er nou echt? En dan hoor je ook de verhalen. En dan, ja, dat raak je toch wel. Ja. De actie loopt nog 1 dag. Morgen nog? Ja, tot morgen 11 uur, ja. 's avonds. Ja. Is er nog iets, wat zouden jullie willen zeggen aan onze kijkers? Nou, is dat je altijd, op zich, de actie is niet afgelopen, want het werk van Free a Girl gaat ook gewoon door. Dus je kan altijd donateur worden, je kan altijd storten en gewoon kijken op www.freeagirl.nl. En dan, ja, dan kan je daar doneren. Ed? Ja, daar sluit ik me helemaal mee aan. En mocht je iets zien, don't look away. Goed zo, don't look away. Dat is ook een andere... Ja, dat is eigenlijk ook van, mocht je opvallen dat het ergens gebeurt, meld het met z'n allen. Ja. 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 Jongens, hartstikke bedankt. Top, jullie prestatie. Dank dat er velen mogen volgen. En jullie bedankt dat jullie er waren. Ja, gezellig. Ja. Dankjewel. Dank. Ja. Kom naar. Oké, komt ie. Waar moet ik dat ding heen, Joe? Ja. Zo. Ja. Dit was Borrels, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hoor. Wat zeggen we dan precies? 3, 2, 1. Dit was Borrels, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Welkom bij Borrels, aflevering 32, deel 2. Gisteren waren we in het bergpaviljoen waar meisjes worden opgesloten. Hier hebben we de jeugd die onbeperkt kan genieten van vrijheid, die naar school kan gaan, die onbeperkt kan spelen en die gewoon heerlijk zonder problemen hier de energie kwijt kan. Ik ga samen met Nilia dit hele gebeuren verslaan. Martine is er al vandoor, maar die heeft wat leuke interviews gemaakt. Jij hebt net even gefietst. Ja. En? Oh jongen, doodeng. Dat zijn fietsjes zonder remmen, hè? Ja. Kijk, dat je nog vooruit komt, oké, maar je moet toch kunnen remmen? Ja, top. Dit is het wereldje van de ollie en de gliding. En de wollies. En de wollies en de tollies. Heb jij nog wat? Keizer, wat zegt hij? Nee, Tolly is ook een soort grinding. Nou, ik denk niet dat het hier voor het skaten bedoeld is. Nee. Gaat wat interviews afnemen. Ja. Ik ook. Ja. Leuk. En een heel andere wereld als gisteren, hè? Ja. Hier is de jeugd lekker vrij. Kunnen ze lekker vrij doen wat ze willen, waar hun jeugd voor bestemd is. Ja. Gisteren was gewoon, dat was gewoon heel triest. Ja. Maar nee, vandaag zo hoort het te zijn. En jij hebt beloofd toch even om een glide te doen, hè? Ja, en een driedubbel flikvlak. En een driedubbel flikvlak. Ja. Je hoort het, kijkers, dit wordt een spectaculaire aflevering. Veel kijkplezier!
Dankjewel. Voor mij een eer, maar ook een soort van thuiswedstrijd om dit te mogen doen. Ik woon in deze wijk. Ik heb de bouw van dit skatepark gezien. En dan is het hartstikke goed om en als wijkwethouder, maar ook als wethouder sport hier te mogen staan. Dus dank voor de invitatie. De vierde keer alweer. En dat geeft wel aan dat dit park hartstikke goed gebruikt wordt. En daar draait het om. Ik hou het verhaal kort. Ik wens jullie heel veel succes bij alle wedstrijden van de BMX, de skate, de inline skate. Juist. Ik doe zelf als skiler, dus ik mocht vandaag niet meedoen. Bovendien is dat een buitengewoon lullig gezicht, dus ik kan het u van harte ontraden. Veel succes en dat de beste mogen winnen. Dankjewel. Zo, Hans. Het is niet echt rustig hier, maar wel gaaf. Ja. Zo hoort het. Hey, wat leuk dat je dit geopend hebt. Ja, leuk om te doen. Wethouder sport en wethouder van deze wijk. En dan komt het bij elkaar. En wat je natuurlijk hier ziet, ja, we worden hier een beetje half omver geskate. Maar heel veel jeugd in deze wijk. En ook heel veel sport. Ja, heel veel sport. Want wat voor sporten zijn hier nog meer? Nou, verderop het terrein van FOP, voetbalvereniging en hier direct tegenover hockeyclub Eenvallei, die vorig jaar zomer twee nieuwe velden heeft gekregen in de buurt van FOP. Ja, en dan hier dit skatepark en hier achter ons VV Hooglanderveen, voetbalvereniging. Dus we zitten hier wel in Heartland sport, zou ik maar zeggen. Genoeg sport en cultuur. Zeker, ja. Hardlopen doe je zelf ook aan. Ja. Gebeurt dat hier nog in de omgeving? Ik start hier en dan ga ik wel de wijk uit, want inmiddels is het rondje iets groter geworden. Joop staat iets te doen, te zwaaien. Oh, zijn kleinzoon gaat nu. Zijn kleinzoon gaat nu en dan moeten wij afkappen. Gerrit, moeten wij afkappen. Wow! I'm impressed. Ja, gewoon een kwestie van doen. En zes keer op je gezicht gaan? Ja, zoiets. Gisteren 30 keer zoiets. Maar het beschadigt weinig zo. Nou ja, ik heb zelf heel veel beschermers aan. Wat heb je allemaal aan? Je helm natuurlijk? Helm. Dit? Kniebeschermers, schouderbeschermers. Ja, hier ook nog eens een keer. Ja, dat is voor die randjes natuurlijk. Ja, dus ik ben goed beveiligd. Ja, en dit is een soort van helm die je ook met skiën op hebt? Of, Nee, ja, meer voor skaten, want ik ga dadelijk een heel leuk trucje doen. Ups. Maar dat ga ik nog niet vertellen. Okay. Daar zo achter is het in ieder geval. Nou, dan gaan we jou zo zeker even volgen. Hè? Dankjewel. In ieder geval, het zag er onwijs indrukwekkend uit. Dank je. So natural to give in to you. Ben je door? Denk het wel. Is die door, pa? Dit is mooi hoor. Sowieso. Ja? Ik denk wel dat hij door is. Hij heeft lekker gereden. Hij heeft één keer heeft hij gebeeld, maar de rest was clean. Super. Hoe heet dat? Clean. De rest was clean.
Ja. Is goed, hè? Ja. Oké, okay. Succes straks, hè? Dat was Toppie. Hoe heet jij? Dani. Dani, hoe ging het? Goed. Ja? Wat deed je? Wat doe jij allemaal? Even vet trucks. Hoe heet dat? Trucks. En hoe oud ben jij, Dani? 7. 7. En jij bent Mikey? Ik ben 8 jaar. En, en hoe vond jij het gaan? Goed. Hoe lang doe jij dit al? Een half jaar of zo. Knap. Wat knap van je. En jij bent? Priscilla. Hi Priscilla, hoe oud ben jij? 11. En wat heb jij nou net gedaan? Hoe heet dat? Nou, allemaal trucjes. Allemaal trucjes. En ik skate nu 2 maanden. En het is ook best wel moeilijk, want het is de eerste wedstrijd voor mij. En wat vind je, dus, vind je er moeilijk aan? Ja, op je bord blijven staan en trucjes doen. En doe je nog meer trucjes? Kan je nog meer trucjes? Ja, de ollie en... Wat is de ollie? Dat is gewoon springen. En ken jij nog meer trucjes? Pop shift, kickflip. Wat is dat? Wat is dat kickflip? Dat is met je bord ronddraaien. Zo. Bijna. Ga je dat zo dadelijk nog even doen dan? Kan ik niet. Lekker oefenen, hè? Dani, kom jij eens hier, Dani. Wat kan jij nog meer, jochie? Ik heb pop shift. En shuffet, en ollie, en nolly, en fakie. En wat is shuffet? Shuffet is je achteruit zo. Oh, wat ontzettend knap. Hey jongens, heel veel succes. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Tot ziens, Maaike. Doei. Doe je best. En Dani, zet hem op, hè? Ja. Bianca! Bianca, sorry! Hey, wat heb jij net gedaan? Nou ja, eigenlijk weet ik niet eens wat ik heb gedaan. Hoe heet dat? Arabier à la Bianca. Dat is jouw eigen kunstje, zelf bedacht. Ja, ik dacht ik doe het gewoon en dan kijk wel hoe ik beland. Nou, toppie hoor mij. Die handstand kan ik gewoon al niet, maar dit? Dankjewel. Hey, hoe lang heb je erover gedaan om dit... Ik ben nu een halfjaartje serieus bezig. Hoe lang skate je? Maar dit is niet skate. Hoe lang skate jij al? Ja, ik skate al vanaf mijn 5e. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 19. Wat kan je allemaal nog meer? Ja, ik ga zo meteen een trucje doen, maar dat ga ik nog niet vertellen, want dan is de lol er vanaf. Dan krijgen we nog één te zien. Oh, geweldig. Oh, ja. Okay, dadelijk daar zo. En doe jij mee met de wedstrijden? Mega ja. Skate Event 2014. Dus dan ga ik even laten zien wat ik in mijn pocket heb. Jij moet vanmiddag op? Vanmiddag, moet jij vanmiddag op? Ja, alleen ik heb nog geen idee wanneer. Okay. Ik denk rond 1 uur. Nee, dan beginnen de BMX'ers. Ik denk einde van de dag, denk ik. 14 jaar. Hey, super meid. Heel veel succes met je volgende trucje. Ja, dankjewel. Veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Doei. Doei. Mijn zus belt. Goedemiddag. Hallo, Willy is je naam, toch? Ja, Willy Kuppertje. En Joost. Ja, klopt helemaal. Vertel eens, waar zijn jullie van? Wat doen jullie hier?
Wij zijn van de organisatie Versa Welzijn. En wij leveren hier in Vathorst jongerenwerk. En een van de onderdelen van ons jongerenwerk is het beheren en het organiseren van allerlei evenementen op dit fantastische skatepark. En met name Joost is daarvoor verantwoordelijk. Oké, en Joost, wat is jouw functie dan in die organisatie? Ik ben jongerenwerker. Dus ik en hier op het skatepark begeleid ik eigenlijk de hele club die dit evenement nu heeft neergezet. En nou ja, we doen nog een aantal andere evenementen ook. Maar dit is de grootste in het jaar waar de meeste mensen bij betrokken zijn. Okay, en wat voor andere evenementen? Kan je eens een voorbeeld noemen? Nou, we beginnen volgende week bijvoorbeeld met lesprogramma. Dus er zijn een aantal ervaren skaters opgeleid met didactiek trainingen. Om weer de beginnende skaters les te gaan geven. Zo kunnen zij hun sport en hun passie daarvoor weer doorgeven aan de kleintjes. En ook leren hoe ze eigenlijk gebruik moeten maken. Want er komen nogal wat verkeersregels kijken bij zo'n park. En als kinderen hier aan mee willen doen, hoe gaat dat dan? Kunnen ze zich aanmelden? Hoe werkt dat? Ja, ze kunnen zich gewoon inschrijven voor de wedstrijden. Dat hebben ze vanochtend zeg maar al kunnen doen. En als je mee wil helpen met organiseren, zeg maar, dan moet je gewoon af en toe hier zijn en zeggen, ik wil ook wel doen. Wat goed. En jullie hebben nog andere projecten lopen. En niet alleen in Vathorst, ook nog in andere steden? Ja, wij zijn eigenlijk is Versa een organisatie die in Gooi en Vechtstreek werk levert. Op ongeveer 50 locaties zitten we daar, allerlei wijkcentra en we zitten ook met maatschappelijk werk, et cetera, allerlei van dat soort diensten in gezondheidscentra. En Vathorst is eigenlijk buiten de regio, samen met EMNES, ons enige project waar we met name hier dan ook jongerenwerk leveren. Leuk. Skate je zelf ook? Ik heb wel een zoon gehad die het deed, om het je eerlijk te zeggen. Maar zelf heb ik het nooit gedurfd, nee, moet ik je eerlijk zeggen. En jij? Nou, ik heb wel eens van degene die lesgeven hier, die hebben wel eens op mij geoefend. Maar ik ben gewoon, ja, je moet dat eigenlijk lekker mee beginnen als je 6 bent. Ik vind jou wel een skiller chick, hoor. Nou, ik zou het heel graag geweest willen zijn. Hey, ontzettend bedankt voor jullie tijd en... Nou ja, we gaan nog even lekker genieten, denk ik, van al dit moois hier. Ja, dat denk ik ook. Het is geweldig. Met name ook omdat het is allemaal door vrijwilligers. Er zijn 30 vrijwilligers bij betrokken. En dat vind ik zo fantastisch, dat gewoon kan. Hè. Ja. Leuk. Ja. Nou, super. Jullie zijn enthousiast in ieder geval. Okay. Dankjewel. Mag je een wens doen? Ja. Wie, ik? Ja, naast de tweeling. Oh ja, ik sta tussen de tweeling, dus ik mag een wens doen. Hey jongens, zonder problemen. Ja, zonder problemen, ja. Perfect. Ja, we hebben ons best gedaan. Het is eigenlijk best wel makkelijk, maar ja, we hebben ook op turnen gezeten, dus dat scheelt. Ja, helpt dat? Ja. Oh, voor jou ook? Ja. Ja, maar het is al echt weer een tijd geleden of zo. Ja. Echt 5 jaar, 6 jaar weer geleden. Op wat voor niveau zitten jullie eigenlijk met dat skaten? Ik heb eigenlijk geen idee. Soms zoek ik gewoon dingen, dan denken ze, oh, dat is dat. En dan denk ik... Oké. Kunnen jullie ook samen iets, het synchroon? Kunnen jullie nu met z'n tweeën zo eraf en dan pats boom met z'n tweetjes? Ja, ik weet eentje. Ja, die gaan we doen. Ja. Zullen we een split doen? Zullen we een split doen?
Oh god, ze gaan ons meedoen. Goed. Ja. Ja, goed. Oeh, dat was even. Kom hier. Nou, Nilia en ik hebben even jouw fietsje mogen lenen, maar ik vind het doodeng. Ja, nou ja, het oefenen. Ja. Ja, komt niet zomaar aangewaaid. Nee, hoe lang doe je dat al? Ik doe het pas 8 maanden eigenlijk. Oh, dat is knap. Dus, maar de rest hier die fietst al wel een paar jaar, denk ik. En, ja, ja, als je het regelmatig doet, dan is het geen probleem. Ja, ja, ik fiets bijna elke dag eigenlijk. Als ik vrij ben, probeer ik zoveel mogelijk te fietsen. En dan, ja, oefenen gewoon. Daar gaat het. Ja.
bedankt voor het lenen. Ja, geen probleem. En je hebt me niet uitgelachen, gelukkig. Nee hoor. Dankjewel hè. Yes. Hoe is je naam? Patrick. Patrick, oké, dankjewel. Ja. Kijken, tot de volgende keer. Swag! Ja, maar... Wacht even! Oh! Ja! Kan ik er? Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. 1, 2, dit was Borrels. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Opnieuw. Hey. Aardig gevallen hebben ze in muziek, man. Die zijn niet groot. Dit heeft lang genoeg geduurd, meneer de Keizer. U moet eruit voor de volgende borrels. Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. Ik ben benieuwd wat er de volgende keer weer te beleven valt in Society Minute Amersfoort. If I could fly like birds on high. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veenendaal Catering & Party Service, Potverhuizingen en Skatebaas. Wij gaan zo'n hart onder de riem steken. Gaan we doen. Ga je mee? Wij gaan. Oh, dat kan niet. Ga jij maar eerst. Oh, je krijgt zo'n stop.